Verbijstering en ongeloof in Winterswijk na de dood van Erik te Celle. Goedenavond, dit is Gelderland Vandaag. Bijna iedereen in Winterswijk kende hem. Erik de Celle was aannemer en met hart en ziel betrokken bij de voetbalclub. Gisteravond werd hij dood aangetroffen bij zijn huis na een gewelddadige overval. Het is echt het gesprek van gisteravond en van vanochtend. Nog 11 dagen en dan gaat het in Nijmegen weer los. En de heren en dames organisatoren, zij hebben er zin in. En niks met de fiets of gebracht worden door pa met de auto. Juliette en Céline nemen de helikopter naar hun feestje. Wat er nu precies gebeurd is in en om het huis aan de Groenlose Weg in Winterswijk, daar is de politie nog heel druk mee. Maar de feiten zijn er. Gisteravond was er een overval en de bewoner van het huis, een 52-jarige man, werd doodgevonden in de tuin. Zijn vrouw vastgebonden in huis. In Winterswijk is de schok vandaag groot. Annemieke Schakelaar is daar al sinds vanmiddag. Annemieke, is de politie nog volop bezig met onderzoek? Ja, dat gaat hier nog steeds volop door. Hier achter mij zie je de politieunit staan. En het is een groot huis, een groot perceel. Dus voordat je daar alle sporen hebt veiliggesteld, ja, dat duurt wel even. Dat zal zeker ook vanavond nog doorgaan. Morgen wordt de sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer. Misschien dat dat dan meer duidelijkheid geeft wat er is gebeurd. En ondertussen is het in Winterswijk, wat je al zei, echt het gesprek van de dag. Of ik nou bij de tennisclub was, de voetbalvereniging hier in de buurt of bij de supermarkt. Iedereen had het over deze man. Zodra ik vanmorgen mijn gezicht buiten de deur gestoken had en je ziet buren bij elkaar, ik woon hier op pakweg 2 kilometer afstand, en dan merk je hoe geschokt Winterswijk is. De man die gisteravond dood in een tuin werd gevonden na een woningoverval is de 52-jarige bewoner van het huis. Het onderzoek in en bij de woning aan de Groenlose Weg is in volle gang. Rondom het huis is een groot gebied afgezet. Het gaat om een grote woning, het gaat om een groot bosperceel. En daar zijn de collega's van de forensische afdeling vandaag zeker nog mee bezig. Na de gewelddadige woningoverval waarbij de bewoonster werd vastgebonden, trof de politie in de tuin de dode man aan. De vrouw bleef ongedeerd. Het gaat om 3 overvallers, volgens de politie blanke mannen van in de 20 die een buitenlandse taal spraken. Ze zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. De impact van de gebeurtenis is enorm in Winterswijk. Het is echt het gesprek van gisteravond en van vanochtend. We gingen er gisteravond mee naar bed en vanochtend stonden we er mee op. En dan blijkt het nog steeds zo te zijn dat dit tragische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. En het hakt er in Winterswijk diep in. Ja, Annemieke, een enorme impact dus. Wie was deze man precies? Hij was aannemer, maar zoals ik al zei, ja, hij was ook heel bekend bij het voetbal. Hij was de grote trekker van de nieuwbouw van FC Winterswijk. En ja, dat is een grote club en hij kent bijna iedereen hem. Heel actief bij het bloemencorso. En iedereen omschrijft hem als een hele vriendelijke, als een grote man. Kortaf en duidelijk, maar heel vriendelijk. En wat opvalt is dat, nou ja, je kent wel, ze gaan nog wel eens verhalen over aannemers. Iedereen zegt, deze man werkte recht door zee, had geen vijanden. We kunnen ons niet voorstellen dat iemand hem wat aan wilde doen. Nou, de lokale burgemeester hoorde het inderdaad al zeggen. Geschokte reacties dus in Winterswijk. Gaat er nog iets gebeuren op dat gebied? Ja, nou, in ieder geval zegt de voetbalclub, wij gaan morgenavond een bijeenkomst houden. Dan kan iedereen een condoleanceregister tekenen en hierover napraten. En ondertussen gaat natuurlijk vanavond hier in Winterswijk het onderzoek gewoon volop door. Annemieke Schakelaar vanuit Winterswijk, dankjewel. Nog 1,5 week en dan gaat de 98e editie van de Nijmeegse Vierdaagse van start. De officiële aftrap was vandaag met de persconferentie. De organisatie hoopt op een hele mooie. De Vierdaagse is een organisatie van tradities. Deze persconferentie is er ook zo een. Het grootste nieuws van vandaag komt van de marsleider. Dames en heren, het gaat om. De Vierdaagse gaat door. Ze hopen maar 1 ding, dat deze editie kan tippen aan de 97e. Dan teken ik daar op voorhand voor. Ander nieuws, het vuurwerk komt terug. En de organisatie zet in op fatsoen. De muziek langs de kant van de weg niet te hard. En wandelaars, supporters en feestgangers wordt verzocht de toiletten te gebruiken en hun rotzooi op te ruimen.
Het zegt wel wat als fatsoen je belangrijkste speerpunt is. En voor het overige is het nieuws gelukkig dat we goed onderweg zijn. En eigenlijk op hoofdlijnen, zowel qua wandelen als qua festiviteiten, een goede formule in handen hebben. En waarom zou je die veranderen? Die werkt gewoon goed. Geen grote veranderingen dus. Wel noviteiten. Zo is er een nieuwe app voor wandelaars en supporters. En voor de feestgangers een pasje van chipfabrikant NXP, waar tijdens de feesten op het Valkhof mee betaald kan worden. Conclusie van de samenkomst, weinig groot nieuws, maar het Vierdaagse vlammetje is weer aangewakkerd. Na een jaar hard werken heb je dan zelf ook wel het gevoel, er komt toch de mooiste week van het jaar aan. Over anderhalve week is het zover. Koninklijke Wegener NV, uitgever van veel kranten in Gelderland, verhuist zijn centrale afdelingen van Apeldoorn naar Houten. Daardoor gaan voor de gemeente meer dan 100 arbeidsplaatsen verloren. Dagblad De Stentor blijft wel in Apeldoorn. Wegener is sinds begin vorige eeuw in Apeldoorn gevestigd. Generaties lang hebben veel Apeldoorners bij de uitgeverij gewerkt. Burgemeester John Berends van Apeldoorn zegt in een reactie dat hij het banenverlies betreurt en dat Wegener deel uitmaakt van het DNA van Apeldoorn. Het bedrijf was deze week nog in het nieuws vanwege de mogelijke overname van investeringsmaatschappij Mecom door de Vlaamse persgroep. Mecom is de eigenaar van Wegener. Na de overname verdwijnt waarschijnlijk ook de naam Wegener. Stel, u viert vakantie op een recreatiepark en u krijgt een hartaanval. Omstanders bellen de ambulance, maar als die bij het park aankomt, blijft de toegangspoort minutenlang gesloten. Allemaal kostbare tijd die het verschil kan maken tussen leven en dood. Witte Kruis Ambulancezorg heeft een eenvoudige oplossing voor dit probleem bedacht. SOS Toegang. Zo gaat het eraan toe bij de meeste slagbomen van parkeergarages en recreatieparken. Ja, goedendag. Met Wijnand Heidrijk, ambulancedienst. Zeg, wij staan voor een dichte boom. Gemiddeld moet het ambulancepersoneel tussen de 1 en 10 minuten wachten voordat een slagboom opengaat. Maar dankzij een uitvinding van Witte Kruis Ambulancezorg gaat het op honderden recreatieparken en parkeergarages in Nederland inmiddels zo. Door een relatief simpel apparaatje gaat de slagboom meteen omhoog. Eigenlijk een vrij eenvoudig systeem. Het is een soort beveiligde zender die ervoor zorgt dat als er een hulpdienst aankomt, dat die slagboom denkt, hey, ik zie een ambulance of ik zie een brandweerwagen. En dan gaan de poorten open en die ambulance rijdt dan gewoon door. Het systeem heet SOS Toegang en kost zo'n €300. Concrete cijfers ontbreken over hoeveel levens ermee gered kunnen worden. Wij denken 50%, 1/3 tot 50%. En of die mensen dan allemaal zouden zijn overleden, dat denk ik niet. Ja, ik heb zelf een TIA gehad. Ik had geluk dat het overdag was, dus er was ook ander personeel bij. Maar ik ben me wel degelijk van bewust van als het tijdens de avonduren was geweest, dat dit dan gewoon een behoorlijke bijdrage had kunnen leveren om het zo kort mogelijk te houden. Je kunt spreken in levens die gered worden, maar voor veel patiënten waar het niet gelijk om overlijden gaat, is het wel levensvreugde. De brandweer in Noordoost-Gelderland wil het systeem ook aanschaffen. Johannes Orgelbouw uit Ede bouwt orgels voor kerkgebouwen in binnen- en buitenland. Maar het project waar ze nu mee bezig zijn is wel heel bijzonder. Een orgel maken voor een arena op de Filipijnen, waar straks 55.000 mensen tegelijk ter kerke gaan. Grappig, uit Ede en in het grootste gebouw ter wereld. Ja, echt super. Nielsen, Jet Rebel en het Goede Doel. Ze staan dit jaar allemaal op het Stadsfeest in Doetinchem. Dat maakte de organisatie van het vierdaagse evenement vandaag bekend. Het was nog even spannend of het feest dit jaar wel zou doorgaan. Na afloop van de vorige editie verdween er namelijk €100.000 omzet uit de kas. Een deel daarvan is teruggevonden en de gemeente springt dit jaar met geld bij. Volgens de organisatie is er ondanks het beperkte budget toch een vergelijkbaar programma gemaakt. Stadsfeest Doetinchem trekt elk jaar zo'n 100.000 bezoekers en begint op 4 september. Opvallend veel bermbranden in Tiel de laatste tijd. Afgelopen nachten woekerden er op minstens 4 plekken kleine brandjes langs de weg. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de bermbranden is. De brandweer houdt rekening met brandstichting of broei door het warme weer. Op verschillende plekken in Tiel is onlangs het gras gemaaid. Door de hooibalen langs de weg verspreidt het vuur zich sneller. De gemeente gaat die hooibalen daarom weghalen. Volgens de brandweer zijn het kleine branden en is er geen sprake van een extreme toename.
Dankzij een prijsvraag vlogen Juliette Epskamp en Celine Heek met de helikopter naar een schoolfeest in Nijkerk. Hun inzending was een filmpje waarin ze laten zien dat alcohol drinken niet stoer is. De prijsvraag was van Fris Valley. Dat is een alcoholmatigingsproject van gemeente in de Gelderse Vallei. Juliette en Celine wonnen de eerste prijs. Ik heb het nog nooit meegemaakt, dus het is wel spannend. Hadden jullie nou maar een biertje gedronken, hè, om de spanning wat te breken? Nee hoor, dat is niet nodig. En ook op een feestje is alcohol volgens deze meiden niet nodig. Dat laten ze zien in dit filmpje. Wat heb je gedronken? Cola, 7-Up. En wat heb ik niet gedronken? Volgens mij heb ik echt alles door elkaar heen gegaan. Sowieso bier. De ene meid heeft zoveel gedronken dat ze een kater heeft. De ander heeft alleen maar fris gedronken. Een feestje zonder alcohol kan natuurlijk ook. En die conclusie is koren op de molen van Fris Valley. Een alcoholmatigingsproject waaraan 9 gemeenten uit de Gelderse Vallei deelnemen. Dit filmpje dat slaat het best aan bij de jeugd. Door de jury beoordeeld. Omdat het met name een filmpje is wat door jeugd voor jeugd gemaakt is. Op het schoolfeest waar de meiden gisteravond met de helikopter naartoe gebracht zijn, wordt natuurlijk geen druppel alcohol geschonken. Nee, jammer genoeg niet. Maar ja, het mag niet, hè? Dan mag een colaatje. Ja, nou, weet je wat? Het is de meeste die hebben thuis al ingedronken. Dus ja. Maar dat geldt niet voor Juliette en Celine. En toch hebben ze het prima naar hun zin. Waar in Nederland de kerkbanken leeglopen, lijkt het geloof wereldwijd juist te bloeien als nooit tevoren. In landen als China, Japan, Korea en de Filipijnen wordt het ene na het andere kerkgebouw uit de grond gestampt. En een kerk heeft wel een orgel nodig en die bestellen ze dan weer bij een orgelbouwer in Ede. En nu hebben die wel een heel bijzondere klus. In een enorm gebouw in Manila hebben we een orgel verkocht. En dat is het grootste overdekte stadion ter wereld. En daar klinken straks deze muziekklanken uit het Edese orgel. Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de Philippine Arena. In dit immense gebouw kunnen vanaf eind deze maand 55.000 mensen samen hun geloof belijden. Ik ben erin geweest, nou, je weet echt niet wat je ziet. De Edese orgelbouwer was voor zaken in Manila en kreeg daar het verzoek voor niet zomaar een orgel. Ja, of we dat dan in een week of 7 konden leveren, nou, dat is helemaal niet mogelijk eigenlijk. Voor een redelijk kerkorgel hebben we zowel 3 weken nodig. 3 maanden, excuses. En zij wilde het in 6 weken dat we het op het vliegtuig zetten. Dus, nou, dat wordt echt gekke werk, maar het gaat lukken. En dan begint het karwei voor de werknemers in Ede. Want een orgel bouwen voor de inwoners in Manila is toch net even wat anders dan een orgel bouwen voor de gereformeerde kerken hier in de provincie. Nou, dat bestaat eigenlijk niet, hè? Dus daar moesten we wel even over nadenken hoe we daarmee omgingen. Het niveau is wel een stukje lager dan hier. En daarom hebben we ook het orgel niet te imposant gemaakt. Dat was ook de opdracht. Mensen moeten het wel snappen. Jullie moeten niet een orgel voor ons gaan bouwen waar echt als iemand erop afloopt al het angstzweet op zijn rug heeft staan. En het instrument moet niet alleen simpel zijn. Het geluid moet ook goed te horen zijn in het immens grote gebouw. Het is niet het allergrootste orgel ter wereld, zeg maar, als je er zo naar kijkt. Maar qua technologie, wat er allemaal achter zit, is echt enorm. Alleen ja, dat is wel een beetje verstopt. Meer dan 200 luidsprekers. Een enorme kast vol met versterkers. En hopen dat het goed komt daar. Grappig, hè? Uit Ede. En in het grootste gebouw ter wereld. Ja, echt super. En dan nog het weer. Dat komt vanuit onze weerstudio in Wageningen. Kasper Hootsen. Aanvankelijk trokken er nog een paar wolkenpartijen over Gelderland. Dit soort exemplaren die hoorden bij een zogeheten warmtefront. En daarachter stroomde dan de echt warme lucht binnen. Met om een uurtje of twee in het zuiden van de provincie de eerste plekken die 25 graden gingen bereiken. Het is de eerste keer in 3 weken tijd dat dit weer eens een keertje gebeurt. En morgen volgt er nog zo'n dag, want de lucht wordt eigenlijk alleen nog maar warmer. Kijken we naar de satellietbeelden, dan zien we aanvankelijk nog een beweging west-oost. Maar vandaag was het al wat meer zuidwest-noordoost. En morgen komt er echt een zuidelijke stroming op gang. En die is nog wat warmer, met nog hogere temperaturen dus. Wel gaat er later op de dag weer het een en ander veranderen. Hier de weerfoto, de satellietfoto van vanmiddag, met hier de nog wat wegtrekkende warmtefrontwolken. Gelderland al
in de steeds warmer wordende lucht daarachter. Met een stuk minder bewolking en dus heel veel zonneschijn. En ook vanavond is het nog lang mooi. Pas einde avond temperaturen echt onder de 20 graden. Vannacht uiteindelijk een graadje of 13 bij weinig wind. Morgen dan een prachtige dag. In de loop van de middag kunnen er wel wat wolkenpartijen vanuit het zuiden overdrijven. Maar de zon blijft toch regelmatig schijnen. En pas in de namiddag en avond zou er lokaal een bui kunnen vallen. Maar ja, tot die tijd gewoon dus prachtig weer met veel zonneschijn. En in de middag daarnaast dus vanuit het zuiden ook wel een paar wolkenpartijen. Maar het is toch vooral mooi weer en ook warm. Met een zwakke, in de middag matige zuidelijke wind. Hoge temperaturen dus. En dan einde middagavond lokaal wellicht een bui. Het is vooral in het weekend zelf dat er dan wat vaker buien gaan vallen. Zeker niet de hele tijd doorregen, maar er vallen wel degelijk een aantal buien. En de temperaturen ja, die gaan duidelijk naar beneden. Dit was Gelderland Vandaag. De dood van de 52-jarige Erik de Celle uit Winterswijk na een gewelddadige overval op zijn huis schokt de Winterswijkse gemeenschap. Het slachtoffer was aannemer en heel actief betrokken bij de voetbalvereniging. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. En met het vertrek van uitgeverij Wegener uit Apeldoorn gaat niet alleen geschiedenis verloren, er verdwijnen ook honderden banen. Wegener gaat naar Houten. Ik wens u verder nog een fijne avond.